In de derde klasse D van het zaterdagvoetbal speelden Fit Boys gistermiddag tegen BSVV. Heerlijke omstandigheden, prachtig zonnetje. En twee ploegen zien wat ze waard zijn dit seizoen. Want BSVV promoveerde vorig jaar uit de vierde klasse. En de thuisploeg, die de eerste kans krijgt, leefde eigenlijk een teleurstellend seizoen. De tiende het afgelopen jaar. Bereikte dit jaar wel de knock-out fase van de beker. Dat is dus al het eerste succesje. En BSVV werd uitgeschakeld, maar krijgt hier de eerste grote kans. En die had het nog ingelogen. Gemoeten. Spits Martin Holman. Wat hem natuurlijk simpelweg gewoon moeten maken. Er moet gezegd worden dat doelman Willem Vlokstra er natuurlijk uitstekend bij zat. Opnieuw BSVV. Hens wordt er geroepen, maar het spel mag door. Scheidsrechter Veenekamp laat doorspelen en aan de andere kant. Gevaar voor Fitness en de overtreding die wordt gemaakt. Michael Wezenhagen, maar die krijgt geel en ontsnapt toch aan een rode kaart, want het was een doorgebroken speler. Christian Treibels was het door, maar geen rode kaart, wel een vrije bal en die levert niets op. Gerding schiet net naast. Dan weer uit boven Smilde. Simpele plooi voor Vlokstra. Poging was van Nico Hogeveen. 0-0 ruststand. En als ook de harde de kern uit boven Smilde binnen is, dan beginnen we aan de tweede helft. Want BSCV voelt dat er wat te halen valt. Voetbal iets makkelijker, iets verzorgder ook. Komt dan hier de kans en de goal? Beide antwoorden zijn ja. Het is Kazi Mohamad die hem maakt. De aanvallende middenvelder van BSCV schiet binnen. Na eigenlijk een hele zwakke uitrap van Willem Vlokstra natuurlijk. De toetrap was niet al te best. Maar ja, er wordt ook niet echt lekker verdedigd. Dus is dit eigenlijk nog meer een cadeautje die Mohamad uitpakt. 0-1 voor PSV. Dat is eerlijk gezegd wel een verdiende voorsprong. En natuurlijk komt er dan meer ruimte voor de gasten. Maar met die ruimte moet je dan wel meer doen. Dan hier Nico Hogeveen. Wat een missen zeg. Dit boys dan. Het zal moeten. Zoals gezegd, wel verder in de beker. Maar vandaag valt het niet mee wat de ploeg laat zien van Alex Padding, de trainer. Maar er is nog tijd. En inmiddels speelt BSVV met 10 man. Want Michael Wezenhagen kreeg rood. Of beter gezegd, zijn tweede gele kaart wegens spelbederf. Fit Boys met de captain. Ruud Seubring voor een set en dan is het mogelijk. Die bal gaat niet in. Wat een kans op de gelijkmaker. En die komt van de invaller, Martijn Bakker. Maar het wordt geen 1-1. Wordt het dan nog wel 0-2? Zou hier kunnen. Maar dat gebeurt niet. Robin Timmer stuit op Willem Vlokstra. De BSV wint wel. Nipt. Het was niet goed, maar dat maakt helemaal niets uit. Ja, ik denk als we gewoon deze lijn door kunnen trekken. En gewoon, als die mooi kan, dan moet het maar zo. En dat, misschien, we krijgen veel te maken met ploegen die beter zijn in deze klasse, denk ik. Dus als het zo moet, dan moet het zo. Als we zo de puntjes binnensprokkelen, dan kijken we weinig dit seizoen.